Suriname zal binnenkort vertegenwoordigd zijn in Marokko middels een consulaat. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren op een persconferentie. Hij gaf aan dat het bezoek van vertegenwoordigers van de regering aan Marokko in dit kader geslaagd is. Summit of the Americas wil ik aangeven dat president Santokki als hoofdvertegenwoordiger van het land op die conferentie zelf zijn verslag zal doen. Indien er vragen zijn, kan ik op een enkele van ze nog ingaan, maar ik laat dat voor de president. Dan heel snel ten aanzien van de bezoeken. Marokko, dat was het voornaamste doel was het openen van de Surinaamse ambassade in Rabat en het consulaat in Dakhla. Dat heeft plaatsgevonden. De bemensing wordt nu in orde gemaakt, zodat per 1 juli we een vertegenwoordiging in Marokko zullen hebben. Onze aanwezigheid in Marokko is niet alleen vanwege de bilaterale relaties. Er is een roadmap van samenwerkingsmogelijkheden afgesproken en ondertekend. Die is nu uitgebreid met wat meer faciliteiten. Marokko stelt het zeer op prijs dat wij nu aanwezig zijn als een van de weinige Caribische landen in Marokko. Voor ons is die bilaterale samenwerking belangrijk, simpelweg omdat Marokko een groeiende economie is. De bewindsman zegt dat Marokko enorm veel mogelijkheden biedt op het gebied van energie. Ook kan er veel gehaald worden uit de samenwerking op agrarisch gebied. Landen in het Midden-Oosten hebben toch wel een behoefte aan het zekerstellen van hun voedsel, toevoer als ook water. Dus daar zijn goede mogelijkheden, los van het handel drijven met elkaar. Dat is bilateraal. En voor het bedrijf het handel drijven, er is reeds contact tussen het bedrijfsleven van Suriname, gefaciliteerd door het ministerie, met de organisaties in Marokko. Dat neem ik niet mee in al die voordelen die we gaan hebben, maar het zijn de deuren die we openen. En dat is ook de functie van het ministerie, om deuren te openen, zodat zaken doen gefaciliteerd kan worden. Ramdien zegt dat er nu een vestiging in Noord-Afrika is, van waar andere landen bediend kunnen worden. Hij hoopt dat de gemeenschap het belang van buitenlandse samenwerkingen inziet.